Tussen de 100 en 150 mensen hebben de afgelopen weken deelgenomen aan een cursus over de lokale politiek. Gedurende 3 avonden werd je helemaal bijgepraat over de taken van raadsleden en wethouders. De eerste avond hebben we mensen met name geïnformeerd. Hoe zit bestuurlijk Nederland nou in elkaar? Welke taken heeft een gemeente eigenlijk? En wat doet de gemeenteraad? Hoe verhoudt de gemeenteraad zich tot het college? Hoe is het nou om raadslid te zijn? Is het een baan? Hoeveel tijd ben je ermee kwijt? De tweede avond hebben we een commissievergadering, een fictieve commissievergadering gedaan, waarin mensen echt even in de schoenen konden staan van een raadslid. De laatste avond was afgelopen dinsdag. Toen presenteerden de partijen zich. Natuurlijk met de hoop nieuwe collega's te werven. Leerzaam en een hoop raadswerk. Er zijn een hoop dingen dat je denkt van, hé, dat had ik nooit verwacht bij de raad. Nou, ik heb een aantal jaren geleden ben ik bij Ecodot fractieassistent geweest. Dus ik heb een aardige leerschool gehad. Dat was toen. En nu is natuurlijk de politiek nog steeds politiek. Blijft leuk, blijft spannend. Soms saai, soms leuk. Het is wat je ervan maakt. Ik heb het als zeer leerzaam ervaren, moet ik zeggen. Dus ik heb wel een beeld gekregen van wat ik mag verwachten, mocht ik mij tot de gemeenteraad, dat ik daarbij zou willen. En tijdens zo'n cursus kom je tot nieuwe inzichten? Ik denk dat ik te ongeduldig ben om deel te nemen aan de vergaderingen. Omdat wat mij betreft er heel veel randzaken worden bijgehaald. Er wordt heel lang gedebatteerd over zaken die wat mij betreft veel sneller kunnen doorgedrukt worden. Ik heb ook raadsleden gehoord die hebben gezegd van nou hartstikke leuk. En we hebben contacten gelegd met mensen die bij onze partij willen komen. Dus ik heb eigenlijk met name enthousiaste verhalen gehoord. Misschien zien we deelnemers terug in de raad na de verkiezingen in 2018.